Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van GamerZ. En we waren een beetje aan het twijfelen of we deze video moesten maken, want het is natuurlijk niet zo'n heel groot onderwerp, maar we merken wel dat heel veel mensen het willen weten. Hoe zit het met die cartridge van de Nintendo Switch? Nou, om een beetje body te geven aan het inhoud, hebben wij de evolutie van Nintendo cartridges voor je. Hier Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo DS en de Game Boy. Game Boy Color, die hadden dezelfde cartridges in ieder geval qua formaat. En het is best wel tof dat de Nintendo Switch teruggaat naar cartridges, want het heeft heel veel voordelen, want ja, de cartridges van tegenwoordig kunnen zo fucking veel gigabytes op, dat je bijna je hele game, of gewoon de hele game, op zo'n cartridge laat en hem direct in de Switch doet. En ik zou even mooi nog even heel snel het vakje laten zien waar dat dan gebeurt. Kijk, hier zit een heel mooi vakje. Hier komt de cartridge van de Switch erin. En dan zit hij ook direct in je ding geladen. Ik ben op dit moment bezig met The Legend of Zelda Breath of the Wild. De open wereld, geen laadtijden. En ook naar binnen lopen, waar je vroeger bij Zelda er maar even een laadtijdje had, is ook niet meer. Je kan gelijk naar binnen. Laadtijden zijn alleen in tempels. Dus goed. Maar dat is vet. Nou ja, laten we ze er even bij pakken. Want ik heb in de krochten van mijn eigen huis, heb ik hier Wario Land 3 voor de Game Boy Color. Ooit beoordeeld door gamers met een puiken 8,5. Nee, dat weet ik serieus niet. En dit was natuurlijk de cartridge van de Game Boy in de tijd. En ja, ik moet zeggen, ik ben nog wel een beetje nostalgisch. Zeker naar deze van de Game Boy Color, want die waren ook nog doorzichtig. Check de batterij! Hoe vet is dat? Is dat een batterij, Tom? Ja. Vet! Zal die nog doen? Hoe vervang ik die? Oh, met een schroef. Nou, super vet. Dan hebben we hier natuurlijk de DS, maar de DS-batterij. Ik heb hier Diddy Kong Racing gepakt. De DS-batterij, de DS-cartridge en de 3DS die ietsjes anders werd. En nu komt hij om eventjes in vergelijking ook qua formaat. Zo, viel ook. Maar dat is niet erg. Kijk, als je een disc laat vallen, ben je de lul. Deze kun je gewoon laten vallen, want het is een cartridge. Nou, fantastisch. Anyhow, en dan is dit de cartridge van de Nintendo Switch. In dit geval The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wat een schatje. En hij doet me eigenlijk het meeste denken aan de PlayStation Vita cartridge eigenlijk. Die had dit systeem natuurlijk ook al. En ik vind het echt super vet dat ze zijn teruggegaan. De doosjes, ja, daar was nogal wat controverse over. Over de doosjes van de game zelf. Want die zijn namelijk volgens de bomenknuffelaars gebruiken die te veel plastic. En dit zijn de hoesjes van de binnenkant. En ook in dit geval moet ik heel erg denken aan de PSP, gewoon qua formaat. Dit is gewoon een volwaardige game. En als je het dan vergelijkt met de 3DS, is dit een beetje het formaat waar we het over hebben. Het is ook lekker dun, zie je dat? Super vet. Dus mocht je straks een Switch in huis halen, of wil je gewoon kunnen meepraten met iedereen op straat die het natuurlijk over de cartridge van de Nintendo Switch heeft, dan kun je nu zeggen, ik weet hoe ze eruit zien, want ik heb een video gezien van GamerZ.nl. Super vet! Als je dit een vette video vond, kom heel snel terug naar GamerZ.nl of op YouTube, want we doen natuurlijk ook uitgebreide video reviews en geschreven reviews van zowel The Legend of Zelda Breath of the Wild, ARMS, One to Switch, straks Mario Kart, ik vergeet nog een titel, nou, maar niet uit. En natuurlijk de Switch zelf, kom dan heel snel checken op GamerZ.nl. Bedankt voor het kijken, geef een likeje, doei, later.